weekoverzicht van 8 tot en met 12 april. In Hilversum krijgen vertrekkende wethouders bij het afscheid namens het gemeentebestuur een boom aangeboden. Zo ook voormalig wethouder Frans van Os. Samen met het college van burgemeester en wethouders plantte Frans een lijsterbes in de burgemeester Lambooilaan. Door de regen werd het een haastklus. Veel onrust, pers en politie in de Bakkerstraat. Vanochtend werden er een aantal woningen ontruimd omdat er op nummer 65 explosief materiaal gevonden was. We vroegen een buurtbewoner wat er aan de hand was. Nou, eigenlijk heb ik niet echt een idee. Ik weet alleen dat ik om vannacht werd wakker gemaakt dat ik eigenlijk om 10 uur weg zou moeten zijn uit mijn huis. En ja, waarom, dat weet ik niet. Er gaan wel wat verhalen natuurlijk, maar ja, ik heb niet zoveel meegekregen. De persvoorlichter van de politie legde uit wat er is gebeurd. Wij hebben hier gisteren een melding kregen wij binnen dat er mogelijk explosieven aanwezig zouden zijn in een woning in de Bakkerstraat. We zijn een onderzoek gestart en hebben een 24-jarige verdachte aangehouden in zijn auto in Hilversum. Nou, die auto is onderzocht, daar bleek geen explosieven aanwezig te zijn. In de woning is onderzoek gedaan en daar bleek wel een explosief materiaal aanwezig te zijn. Nou, gisteren is de explosieve opruimingsdienst ook geweest. Er zijn er 3 woningen ontruimd. Die mensen zijn opgevangen in een hotel. En vanochtend, dus vandaag, zijn we verder gegaan met het onderzoek. En het houdt in dat de explosieve opruimingsdienst hier straks het explosief gaat verwijderen. Waardoor een instabiele situatie ontstaat met het explosief. Waardoor er ook meerdere woningen ontruimd moeten gaan worden. De mensen die uit woningen gevraagd worden te gaan, die worden opgevangen in een sporthal, de Lieberg. Na ruim 3 jaar is het dan eindelijk zover. Er komt een kinderboerderij in de Beent. Nou, eigenlijk alle dieren die je op een gewone boerderij ook tegenkomt. De echte boerderij, landbouwhuisdieren. Dus schapen, kalfjes, ezels, ponies, kippetjes, konijnen. Ja, super dat je 3 jaar lang er aan toe werkt om de kinderboerderij te realiseren. En gisteravond het officiële besluit gekomen is. Ja, heel fijn. De aanleg duurt een aantal maanden. We hopen voor de zomer echt klaar te zijn. Maar goed, er gaat best wel wat werk in zitten om alles mooi op orde te krijgen. We hopen voor de zomer open te kunnen met de kinderboerderij. Vanmiddag werden de handtekeningen onder het besluit gezet. Dit werd gevierd met taart en een glas wijn. Inbrekers zijn over het algemeen opportunisten. Dat blijkt maar weer eens. Woensdagmiddag zijn de bewoners van 12 huizen aan de Bakkerstraat geëvacueerd door de bommelding eerder die dag. In de daaropvolgende nacht zijn er bij 4 huizen al daar pogingen tot inbraak verricht, waarvan er 1 is geslaagd. De politie kreeg de eerste meldingen van inbraak rond 6:30 ochtends binnen. Als je bij mensen die eerder die dag al hun huis hebben moeten verlaten, ook in de nacht erna nog eens gaat inbreken, dan ben je echt laf bezig. Aldus de woordvoerder van de politie. De inbrekers zijn nog niet gepakt en de politie zoekt nog naar getuigen. Een nieuw staaltje techniek op het gebied van snelheidscontrole. Hilversum heeft de primeur gekregen van de nieuwste generatie flitspalen in Nederland. In tegenstelling tot de oude flitspalen is de nieuwe paal uitgerust met een antenne. Als u door deze paal geflitst bent, wordt de politie gelijk ingelicht. De paal is te vinden op de kruising Johannes Gerardsweg met de Jan van de Heidestraat. Maar wees maar niet bang, de paal is nog in een testfase. Wanneer die wel werkt, is nog niet bekend. Wethouder Rensen, kunt u ons wat vertellen over de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van grondzaken? Want dat is ook iets wat binnen uw portefeuille valt. Ja. Er zijn 3 grote ontwikkelingen op dit moment. Stationstoren, lang gewenst en Andershoeven. Stationstoren is eigenlijk geen ontwikkeling, want er gaat even niks gebeuren. De stationstoren die er zou komen, de pizzatoren zoals die ook al genoemd wordt, is afgeblazen. Gisteravond door de gemeenteraad definitieve klap opgegeven. Dat gaat voorlopig niet door. Beter nieuws over het lang gewenst.
Dat is ook een heel lang proces. Maar er is nu toch echt besloten dat we de bioscoop kunnen gaan bouwen. Er wordt nu getekend aan het laatste ontwerp. De bouwvergunning wordt aangevraagd. En dan is het de bedoeling dat er snel gebouwd gaat worden, zodanig dat er 1 december volgend jaar de nieuwe bioscoop echt open gaat. Dus dat gaat de goede kant op, eindelijk. En de derde grote ontwikkeling is Annershoeven. Daar gaan we binnenkort echt serieus mee aan de slag. Dat is heel bijzonder, omdat daar woningen gebouwd gaan worden die bewoners zelf straks mogen gaan bouwen. Collectief particulier opdrachtgeverschap noemen we dat. In september zal er een grote voorlichtingsavond zijn, waar potentiële kopers en potentiële bewoners daar kunnen kijken wat ze eventueel kunnen verwachten van de gemeente. Gisteravond is de memo grondprijzen vastgesteld. Daarin staat onder meer dat de prijzen voor Annershoeven €485 per vierkante meter zijn. Dus dat is een goede prijs. Mensen kunnen dan zelf kavels kopen van 200 vierkante meter ongeveer. De ene is wat groter dan de andere. En dan kunnen ze zelf met elkaar beslissen wat voor huizen ze gaan bouwen. Corporaties hebben al toegezegd in de eerste fase mee te helpen en een aantal woningen. Dus nu wordt daar een groot standbeeld aangelegd. Het is vrij spectaculair om te zien hoe groot dat is. Daar kun je echt doorheen wandelen. Zo groot is het riool. Er moeten helaas wat bomen gerooid gaan worden binnenkort, omdat er gesaneerd moet worden. Het is wel zo'n 1000 bomen die daar weg moeten. Dat is wel heel veel. Die komen later wel weer terug. Maar goed, die grond die moet gesaneerd, moet schoongemaakt worden voordat er woningen gebouwd kan worden. Dan gaan we de grondbouw rijp maken. En dan kan er volgend jaar begonnen worden met de bouw op Annershoeven. Vanuit een regenachtig dierenasiel Kraarlo nemen we een kijkje bij de konijnen. We gaan op bezoek bij Sai, Shania, Mark en Abel. Oftewel twee beedels, een kleurige en een lang oor. Zoek je een beetle, dan moet je Satya en Sanja kiezen. Het zijn angora's. Ze hebben lange haren en moeten dan ook 2 keer per week geborsteld worden en 2 à 3 keer per jaar geschoren. Het zijn vrouwtjes en laten zich makkelijk oppakken. Satya is de wit-blauwe en Shania de bruine. Vind je een kleurtje leuk, dan moet je Mark hebben. Het is een gecastreerd mannetje en heeft een kalm karakter. Wil je een langoor? Dan moet je Abel nemen. Een Franse langoor. Het is een gecastreerd mannetje van 1 jaar oud. Hij kan buiten leven. Hij kan goed met kinderen omgaan. Is analbaar, actief en nieuwsgierig. Welke keuze maakt u? Bel het asiel en haal ze op. Ik ben Dick Sieriksma. Ik ben beeldend vormgever, zoals ik het noem. Ik werk vooral met klei en met hout. Dat hout dat vind ik in het bos. Ik ga toch al vaak zo de natuur in. En dan kijk ik vooral naar verrottingen, naar stukken die kapot zijn. En daar creëer ik mijn beelden van. Waarom zoek ik daarnaar? Ik denk dat er misschien wel een relatie te leggen is in zoals ik nu ben op dit moment. Ik ben gepensioneerd, ik ben wat ouder en ik voel ook dat met het ouder worden je eigenlijk ook wat rijker aan het worden bent. En als je naar dat oude vervallen stuk hout kijkt en dat doorzoekt,
bijvoorbeeld ook schimmels en dat soort dingen, verrottingen weghaalt, dan zie je zulke prachtige, mooie dingen ontstaan. En dat is voor mij de essentie. Iets ouds is niet afgeschreven. Kun je weggooien, kun je laten verrotten. Maar het is, als je daar op zoek gaat, fantastisch om te zien. En in feite is een oud iemand ook een fantastisch iemand om te zien. Die zijn verhalen heeft. Dus ik maak dit nog een beetje mooier. Dan zie je die structuur, die lijnen. Dat zijn die hele oude lijnen. Kijk, hier is het mooi te zien. Dat noemen ze dan de slapers. En die slapers geven dus eigenlijk een schimmel aan. Maar die schimmels die zijn dan weer zo fraai. Dat laat ik dan gewoon zitten. Ik heb een wortel gevonden van een spar. En die was ook voor een heel groot deel verrot. Dit hele stuk hier binnenin, dat was helemaal hartstikke verrot. En dus dat rotte haal je weg. En er zat dan die poot verder aan. En goed, die poot die heb ik vorm gegeven door een beetje een kuit. En nou ja, dat wordt dan een beetje een paardenhoef, zeg maar. En zo ontstaat dat dan. Dat gaat vanzelf. Nou, mijn verhaal begint in Kampen. Daar ben ik geboren en opgegroeid. In een groot gezin. Maar toen ik wat ouder werd, was voor mij toch die engheid, die benauwdheid, dat zat me in de weg. Ik wilde naar boerderijen toe, ik wilde naar de IJssel toe. Dat gaf me ruimte, dat gaf me rust. Dat zoek ik eigenlijk nu ook in mijn beelden. Ik werk met hout en met klei. Materialen die uit de aarde voortkomen. Klei is gewoon de grond. Hout komt uit de grond. Hele oude materialen die doorleefd zijn. En waar ik een beeld van probeer te maken. Soms denk ik wel eens, waarom ben ik daarmee bezig? Waarom zoek ik nou juist die oude materialen en ben ik zo ambachtelijk bezig? Ambacht. Daarom misschien inspireren oude volken, zoals Indianen mee. Iemand die doorleeft, in de nadagen van zijn leven zit, die kan nog fantastische verhalen vertellen. Doorleefde verhalen. En die kan die overdragen naar de jongeren. Daar zit voor mij denk ik wel de grootste spirituele inspiratiebron. Ook al ben je oud, je hebt nog zoveel in je mars. En ik wil dat overdragen, ik wil dat graag kwijt door middel van mijn beelden. Als ik dit zo laat zien, dan zie je ook hier dat het hier een verrotting heeft gezeten. Die heb ik weggehaald. En dan laat ik me gewoon inspireren door wat blijft er over, wat zie ik. Dan zijn hier twee takken. Nou, dat kunnen horens worden. Laat ik er maar eens een stierenkop van maken. Wat ik nou zo'n uitdaging vind aan dit houtwerk, dat is dat ik gedwongen word om een stuk abstracter te gaan werken. Als ik hier die arend laat zien, dan denk je van nou, hier zit een vleugel. Ik kan die vleugel eraf laten. Maar moet er dan nog één vleugel bij? Nee, dan zet ik er. Dus, want dit stuk dat hoort er ook bij dat stuk hout wat ik gevonden heb. Dan is dit, hoort dit erbij. Kijk, dan wordt het een heel ander beeld. Dan denk je van, hè, klopt niet, maar dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Het is gewoon een stuk abstracter, maar wel integrerend vind ik. Ik denk dat heel belangrijk voor mij geweest is in mijn werk, maar ook in mijn zijn als persoon. Dat het opgroeien in een gezin. Een groot gezin met een toch wel vrij strenge cultuur, dat ik me daar niet prettig in voelde. We waren met heel veel in een klein huis, een strenge religie en die druk die op mij heerste dwong mij om naar buiten te gaan, om weg te gaan naar de IJssel, naar boerderijen, de natuur in. Dat gaf mij vrijheid. Vrijheid en ruimte. Die vrijheid, die beleef ik nog steeds. Ik wil nog steeds de natuur in. Ik wil nog steeds gewoon mijn eigen dingen doen. En de vrijheid beleef ik ook in dat oude hout. Die vrijheid beleef ik ook nu ik gepensioneerd ben. Ik ben vrij. Ik mag doen en laten wat ik wil. Dit is wat oud werk van mij. Nou, je ziet het. Het is heel concreet en qua vormgeving zoals het hoort te zijn. Dat is een beetje passé.
Want wat ik op dit moment doe is, is duidelijk toch wel een concreet iets neerzetten, maar het wordt al geabstraheerd. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dit beeld, een varken, dan zie je een kleibeeld. Waarbij je als je aan één kant kijkt, dat je dan toch al het concrete ziet. Een echt oog, de neus. Maar dan als ik hem draai, dan zie je de vervorming al komen. De kleurtekening is van twee kleisoorten, wit en rood. En ik heb het in een kaal gedaan, in een kaal gestookt, waardoor je die zwarte tekeningen krijgt. Als dit paard, dat is nog ongebakken klei, witte klei. Als je dit laat zien, dan zit het oog erin, neusgat. Alles wat een paard zo'n beetje moet hebben, oren recht overeind. Maar als ik dan ga draaien, dan zie je dat de abstractie gaat komen. De lijnen worden langer. Het wordt dus meer geabstraheerd. Ik liep langs een boerderij en daar stonden allerlei beesten in de wei. En waarom ik die ram dan pak en fotografeer, dat is deze, dit beest. Dat is fantastisch om, hij is een heel, eigenlijk ook een oervorm. Waar ik door geïnspireerd word, dat is niet alleen de natuur, maar ook eigenlijk de natuurvolkeren. Volkeren die in Afrika of in de oude volkeren, de Indianen, daar, de authentieke Amerikaanse volkeren, die spraken me aan. Die mensen hadden ook een prachtige cultuur, die leefden ook van de natuur. En de oude mensen die werden daar gewaardeerd, de shamanen, medicijnmannen, die hadden verhalen. Die werden wijs omdat ze een leven achter zich hadden. De jongeren die gingen strijden en de oudere mannen die waren het centrum van de gemeenschap. Essentieel is deze kant. Die kant laat ik dus ook abstract, die ga ik ook wat, je hebt wel een oog gemaakt, maar ik denk dat ik dat oog toch nog een stuk ga halveren en weghaal, zodat ik daar op een gegeven moment toch een wat meer abstract beeld ga krijgen. En hier zie je weer het verschil tussen het realisme, een stuk realisme, ja, die horen die wordt gevormd, een oor wordt gevormd, het oog wordt gevormd en dan zie je zo hier ook iets ontstaan. Ja, hier voel ik me goed. Eigenlijk ben ik ontzettend blij dat ik dit mag doen. Vanuit de natuur stukken hout mee naar huis nemen en daar een beeld aan geven. De vrije natuur die ik ook zo beleef in mijn werk. Hier haal ik mijn hout vandaan, neem mee naar huis, maak mijn eigen vrije beelden. Zonder voorwaarden, zonder opdrachten, gewoon om lekker zelf mijn eigen beeld te creëren. Zo, volgende oerbeest.